In de Randstad rijden de meeste milieuvriendelijke auto's. Dat blijkt uit het eerste grote onderzoek van RTL Nieuws Buurt Facts. We hebben nu uitgezocht welke auto in welke gemeente het meest voorkomt. Maar we kunnen nog veel meer. Buurt Facts is journalistieke informatie over jouw directe omgeving. Wij graven door miljoenen gegevens heen en we zorgen ervoor dat jij op internet of zelfs op je mobieltje relevante informatie kunt vinden over jouw buurt. Ja, uit ons eerste onderzoek blijkt dus dat ze in de Randstad naar verhouding veel meer milieuvriendelijke auto's rondrijden dan in de rest van het land. Vooral op het gebied van elektrische auto's ligt het dichtstbevolkte gebied van Nederland voor. En uit dat onderzoek komen nog veel meer opmerkelijke feiten. 1, 2, 3, 4 Toyota's op een rij. Nee, niet speciaal neergezet. Dit is zomaar een straat op Urk. 1 op de 3 auto's hier is een Toyota. Ze doen het altijd. Ja. Dus ik bedoel, of het nou vriest of niet vriest, ja. Ja, en dat Urkers massaal voor dit merk gaan zegt ook iets over hen, denkt deze garagehouder. Een Urker die een goed product, ja, voor in ieder geval geld, en dat betrouwbaar is. Ja. En Toyota is echt een betrouwbare auto. Ja. En dat je er niet de blitz mee maakt, dat maakt de Urker dan niet uit? Nee, dat maakt de Urker niet uit. Nee hoor, die blijft heel gewoon. Wat ook opvalt als je kijkt naar de gegevens van Urk is dat hier relatief veel schone auto's rondrijden. En dat is best opmerkelijk, want als je onze cijfers bestudeert zie je dat dat verder een trend is die eigenlijk vooral hoort bij de Randstad. En dat wordt vooral duidelijk als je kijkt naar het aandeel elektrische auto's. Groen betekent veel elektrische rijders en rood weinig. En dat komt volgens deze hoogleraar Automotive doordat je dit makkelijker doet in de stad dan in een dorp. Een goede laadinfrastructuur is ontzettend belangrijk. En dat is nou eenmaal beter aangelegd in de grote steden op dit moment dan op het platteland. Ja, gewoon meer laadpalen. Meer laadpalen is eigenlijk heel belangrijk. Met name voor het gevoel van de elektrische rijder dat hij altijd overal kan laden. Overigens zijn ook de traditionele auto's in de Randstad zuiniger, maar dat komt vooral doordat ze nieuwer zijn. Andere leuke buurtfacts. Welke auto zou hier in het chique Gooi nou het meest verkocht worden? Ik denk hier in Laren wel de BMW. Nou, deze Duitse merken lopen inderdaad heel aardig, maar dit is toch echt het best verkochte model. Een Fiat 500 en een Mini, dat zijn accessoires, hè? Dat zijn hebbedingetjes, dat zijn juwelenkistjes. Er zijn misschien wel ruimere, functionelere auto's voor minder geld verkrijgen, maar die zijn niet zo leuk. Buurtfacts analyseerde gegevens van 7 miljoen auto's, overigens zonder de leaseauto's. Eén minder verbazingwekkend feit. Dit merk wordt het best verkocht in Blaricum. En op onze site en apps kunt u opzoeken welk automerk in uw gemeente geliefd is en of er een beetje milieuvriendelijk wordt gereden. Het is nu erg druk op onze site, maar heb een beetje geduld. RTL Nieuws, Buurtfacts.